boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. Welkom bij weer een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we packs openen tijdens Total Rush. Tijdens Total Rush Team 2. En ja, vrijdag is er een nieuwe video van EFC, want dan gaan we het nieuwe seizoen bespreken. Het is nu dinsdag. Allee, zondag als ik deze intro opneem, maar het is nu dinsdag als deze video uitkomt. En we gaan packs openen tijdens Total Rush Team 2. Wauw, wat even kwijt. Dus we gaan packs open doen tijdens Total Rush Team 2. En ik check jullie guys graag terug bij de outro. Let's fucking go. Zo! Oké, boys and girls. We hebben een Manchester City leenspelerpakket en een Liverpool leenspelerpakket. Eerst Manchester City. We hebben De Bruyne heb ik al, Ruben Diaz heb ik al, Foden heb ik al. Ederson heb ik al. De werk zou ik. Ja, Manchester City volledig kunnen doen. En nu het Liverpool pakket. Liverpool Lanswerps pakket. Let's go. En dan gaan we eerst het Manchester City team kan maken, zeker. Dus Rodri heb ik al. Stones kan ik hier neerzetten. Rechts midden. En dan gaan we Fielke Foden neerzetten. Op Foden gaan we Ederson een keer neerzetten. Dan heb je nog een center back. Dan City. Dan even een keer neerzetten. Links achter van City. Ja, ik ga die wel even neerzetten. Links midden. Ik ga even Grealish neerzetten. Dan heb ik hier de spits van City. Even midden maar neerzetten. En hier gaan we even Richarlison neerzetten. Dus dat is nu even het team. Dan moet ik even die code opschrijven. Voor tekst en tactieken. Dan gaan we juist hetzelfde doen met leveren weer zijn tactieken. Dus zijn tactieken gaan we nu even opschrijven. Wat is dat voor een symbooltje? Dat is zo.
vind dat symbooltje niet. Nou wel hier als dat symbooltje. Hashtag. Procent. TPM. Hashtag. Procent. TPM. Hashtag FJ2O. Dan ga ik die nu even ingeven, die tactiek. En dan gaan we. Ja, die. Dus dan gaan we even naar club, team. Selectieacties, opstelling. Nee, wacht. Dat is dus. Zo'n karakter is dus. Deze. TPM. Hashtag F. J2O. Of waar heb ik verkeerd gedaan? Dus hashtag TPM Oké, nu moeten we nog even opzoeken. Oké, boys and girls. Ik heb dus de tactiek van Tex opgezet. Dus ja. Eigenlijk hebben we maar 9 spelers nodig van Manchester City. Maar ik zet er toch 10 op. Deze is het objectief dat ik moet voltooien van Tex. En Genk staat 1-0 voor. Intussen ben ik dus ook naar Genk. Met CV aan het zien. En ik denk dat ik toch met deze formatie ga blijven spelen, die van Tex. Die is echt wel nice, die formatie. Maar dat gaan we nog wel zien. Misschien dat die van Levi de Weert beter is. Dus nu gaan we eerst een... Eerst dus de team opstellen. Ja. 8, moesten maar 8 spelers zijn van Manchester City. Dus ja. Nu gaan we dus een wedstrijd spelen. Zet met Tex en team, dus ja. Met Tex en Tactics. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Het eerste potje dat we moesten spelen. Voor tekst en dingen.
En 2-0 Jarnestuikers. Genk staat 2-0 voor. Jarnestuikers. Let's go. Wat ben ik? Voltooid. Oké. Let's go. We krijgen Pep en we krijgen Rodri en Haaland. Dus we krijgen Pep, Rodri en Haaland. En we hebben nog een pakketje in de store staan. En dat is een kaartenspelerspakket 75+. En daar zit geen wildcard in, dus het is maar een bord en daar zit Oyarzabal in. Dus we gaan nu eerst Haaland in de spits zetten en Pep als coach. Dus eerst Haaland in de spits. Nee, niet jij, Sheelin, Haaland. En dan Jorge Jesus vervangen door Pep. Wat sta ik hier? Pep. Pep. Let's go. Nu nog één potje spelen en dan hebben we het Manchester City testen nu en 1000 SP. En dan kunnen we deze hier doen. Die code moet je nog ingeven. Voor leven de weert zijn tactieken. So let's go. Oké, boys and girls. Dit is het laatste potje dat ik moet spelen met. Tex is een opstelling. En Haaland heeft natuurlijk 6 doelpunten gemaakt. Alle 6 doelpunten heeft Erling Braut Haaland gemaakt, zoals ik dat zeggen. Let's go. Erling Braut Haaland. Het is echt wel beast. Normaal gezien heb ik nu dat ding voltooid. Ja, en dan krijg ik mensen die testen nu. En 1000 SP. Let's go. Nu moet ik die dingen van leven de weer doen en die code moet ik terug opschrijven. Let's go. En dit is dus de tactiek dingen van Levi de Weert. Dus ga ik gewoon opschrijven. Levi. De Weert. Levi de Weert. Oké. Dus hier moet ik de spelers van Liverpool zetten. Dus even al mijn spelers afhalen. Konaté, linksachter, Robo, hier nog Gomez, ja Gomez, rechtsachter, Trent, center mid, McAllister, CVM.
Ryan Gravenberch, CM. Soberslij, linksbuiten. Cody Gakpo. Spits. Diogo Jota. En rechtsbuiten. Luis Diaz. En hier moet ik nog... ja, ga ik Rodri neerzetten. Dus ja, nu moet ik met dat team ook in één ding spelen. Dan krijg ik Virgil van Dijk en Mo Salah. En dan kan ik die inzetten. Let's go. Oké, boys and girls. Dit is het eerste potje dat ik gespeeld heb met het Liverpool gedoe. En we hebben Coutinho gehaald. Dus ja, let's go. En dan is het nu tijd voor die dingen te claimen. Dus aan de slot. Virgil van Dijk en Mo Salah. Let's go. En met die spelers moet nog één wedstrijd winnen. Let's go. Dus nu kan ik Gomez vervangen door Big Daddy Virgil en Luis Diaz vervangen voor Salah. Let's go. En het laatste potje van het dingen van Levi de Weert met Liverpool is ook weer al klaar. Maar ik denk niet dat ik systeem van Levi de Weert ga blijven gebruiken. Ik denk eerder dat ik het systeem van Tex ga gebruiken. Dus ja, het systeem van Tex lijkt me veel beter en veel leuker om mee te spelen. Het systeem van Tex is gewoon veel leuker om mee te spelen. En waarom is dat ineens? Ah ja, ik heb hem voor ongeluk op de X geduwd. Dus ik moet hem nu even weer aanpassen naar Oha Leuven. Daar is hij nu. Maar ik ga dus verder spelen met de tactieken van. En dan gaat het hier op de dingen zien, team management. Ik ga verder spelen met de tactieken van Tex. De tactiek van Tex is mijn actieve tactiek. En met die tactiek speel ik toch. Ja, Trent moet er blijven staan, dat is juist. Dus de tactiek van Tex vind ik veel beter. En nu moet ik hier even Gabriel neerzetten, CVM. Dit is dus Rodri. Wil ik ernaast staan. Ja, die kan misschien niet op CVM. Wil ernaast staan.
Ja, ik denk ernaast staan. Ja, de bruine, dat is juist. Ik had de bruine daarnaast staan. Ik speelde met links midden en zo. Ik speelde met links midden en rechts midden, dat is juist. Ik had de bruine daarnaast staan. Dus Cole Palmer. Links buiten Neymar. Dan hoef ik geen andere spits te hebben. Nu komt hier dingen te staan. Cristiano Ronaldo, Sui. En hier was die in welke Jorge Jesus. En nu ga ik eindelijk de turnummers aanpassen. Dus Cristiano Ronaldo is 7, 11, 9, 10, de 6 en een 8. Drie, vijf, twaalf, tien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig, eenentwintig. Let's go! Oké, boys en girls, we hebben nog een zeldzame gouden speerspakket. 75 plus, let's go. En daar zit één. Geen walkout. Centrum mid. Duits. Vogelvrouwen Bundesliga. Vogelpixelvrouwen Bundesliga van Freiburg. Dat is niks, hè. Kan ik zien, let's go. Oké, boys en girls. Het is maandag. En we hebben een preview pakket. Capaldi. En we hebben nog een preview pakket. Oké, let's go. En nu gaan we eens naar het team zien. Dat is nog niet veel veranderd, denk ik. Dit is het team. Ja. Dat is de opstelling. Allee, dat is de tactiek van Tex. En ik vind dat die wel goed werken. De Bruyne op cam, Rodri op 7M. Ronaldo in de punt, links buiten is Neymar. Ruben Diaz en Gabriel op centerback. Ja, het is echt wel goed. Let's go. Oké, boys en girls, het is 7 uur en we gaan dus Ultimate Team om te zien wat er nieuw is. Boys and girls, het is dinsdag. Wauw, heb ik nog niet opgenomen vandaag. Wauw, ik denk dan niet dat ik nog opgenomen heb vandaag, joh. Oké, boys and girls, het is dinsdag.
In de avond, 7 uur. En ja, let's go. Ik heb vandaag nog niet opgenomen, denk ik. Ik ga eens kijken. Ik weet nog niet of ik vandaag opgenomen heb of niet. Jawel, ik heb de andere video's opgenomen. Komende video's. En de video van vorige week en zo. Van vorige week. Vrijdag heb ik opgenomen. De video van volgende week, vrijdag. En van die, ja. Maar ik heb vandaag nog niet opgenomen ze te zien. Dus ja, het is donderdag. We hebben een preview pakket. Wauw. Ik was al vergeten op te nemen vandaag, joh. Klassieke pakketten. We krijgen Sotoka. Let's go. En dan krijgen we ook nog. Let's go. We gaan zien bij pakketten voor jou. En dat is nog altijd niks aangepast. Je ziet met doelstelling of er iets aangepast is. Nee, niks aangepast. BWSL was er allemaal al. En nog 41 potjes winnen. Voor een 100k pakket. We gaan eens kijken bij SBC's welke dat er nieuw is. Ik denk niet dat er iets nieuw is. Ja, wel 80 plus maar 5 is nieuw. Palacios mag erin. Caicedo mag erin. Oyarzabal mag erin. Mahrez mag erin. Aubameyang mag erin. Hier kunnen we 81 pakken. Fofana mag erin. Hier mag erin. Sima kan. Hier mag erin. Reece James. In de keeperpositie. Loenin. Op linksachter. Maruzic. En nu moet nog gewoon nog een 81 of 82. We komen zelfs met 78. Let's go. Oké, we hebben 80 plus maal 5. Voltooid. Let's go. Geen walkout. CBM. Portugees. Ruben Neves, Raya, Aubameyang. Luc de Jong. Hey, kijk nou. First owner. Jeremy Doku. Let's go. Oké, boys and girls. Het is donderdag, dus hi. Combo upgrade. 80 plus, let's go. Dus gaan we eens openen, dus let's fucking go. Er zit in, geen valkuit, hopelijk een bonus en spits. En daar is dingen tussen. Wie zit erachter? Berardi. Serie B, BKT. Let's go. En dan hebben we nog een preview pakket. Twee zelfs. Let's go. Van Liga Colombia. Let's go. En dan premium zo. Let's go. Oké, boys en girls. Het is vandaag donderdag en
Klein lekker spelerspakket, let's go. Dan was het erin. Waarschijnlijk niks. Cam. Niks. Wauw. Wauw. Oké, we hebben terug een klein Electrum Spears pakket. Let's go, we gaan het in. Hier verder. Wauw. Oké, boys en girls, we hebben Tabea Selner voltooid. Waarbij we dus. Daarbij hebben we daar juist ook nog een selectiebasis voltooid. En we moeten morgen met 4 selectiebasis spelen, of vandaag nog. We zullen zien. Klein Electrum Spears pakket. En we zullen zien. Ja. Oké, boys en girls, het is 10 naar 7 s'avonds en we gaan eens zien wat er nieuw is in het Ultimate Team. Misschien dat er een team muntenpakket is, dus ik weet het niet. Nee, geen team muntenpakket voor mij. Nee, dat ook niet. Is dat het goal? Doelstelling gaan we eens checken. Wekelijks de doelstellingen en naar terug. Het is nog een weekje voordat het nieuw seizoen is. Dus we moeten nog een weekje even wachten. SBC's zien. 30 plus maal 5, die kunnen we voltooien. Ja, die gaan krappen voltooien, de 80 plus maal 5 normaal gezien. Gaat dat wel lukken. Oh nee. Gaat niet lukken. Ik heb de folder niet in de club. Met deze team moet ik dus even 4 potjes spelen. Dus ja. Let's go. 1, 2, 3, 4. Let's go. Even zien met mijlpalen wat we moeten doen. Wacht hier. Assist en doelpunt. Perfect afgeleverd. 4 assists met space met minimum tactic dribbling geplaatst. Plaats afmaken en 4 wedstrijden winnen. Let's go. Oké, boys en girls, we hebben 3 dingen voltooid. Eerst deze van NWSL. Dus ja, let's go. En dan zeldzame gaan spelers 78 plus en een 1 van 2 spelers 80 plus. Player pick, let's go. In de player pick zit Victor Osimhen, let's go. Malkaartje. En nu. Zelfs gaan we gaan spelen. Ja. Je hebt soms van anders in de 75 plus speelpakket. In de 78 plus pakket zit. Geen walkout. Cam. Portugees. Liga Portugal. Wie is dat? Oké, boys en girls, het is vrijdag en we hebben wel wat packs nu. Let's go. Maar eerst natuurlijk preview packs. Dit is een eerste review pack zit. Hier walkout. Spits. Oh, ik krijg een spits. Dan ben ik altijd zo maar kut deze. En dan de review pack. Twee keer
twee pakketten en allebei twee keer 75 plus. Let's go. En dit is dit. Geen walkout. Vrij buiten. Zwaar. La Liga. Zout La Liga man. Lamine Yamal. Let's go. En dan gaat de 5-6-2, let's go. Geen walkout. In het midden. Sadio Mane. Sadio Mane. Ja, die Sadio Mane. Sadio Mane. Okay, boys and girls, we have met selectiebasis spelers. De selectiebasis spelers hebben alles voltooid. Dus ja, we hebben nog een 2x82 of 2x, nee, 3x81 en 3x82. Ik hoop dat er minstens één walkout in zit. En een goede walkout. 3x81, let's go. En dat zit in. Walkout, let's go. Centrum mid, Duits. Gundogan, denk ik. I mean, Gundogan is goed. Gundogan is goed te krijgen. We krijgen al onze walkout. En dan Douglas Luiz en Müller. En dan nu de 3x82. Hopelijk ook een walkout. Nee, geen walkout. Centrum mid, Spaans, Bundesliga. Van Aalto. Ah, ja, dat is goed. We krijgen wel onze walkout. Maar nu is de vraag: kan Gundogan op CVM? Nu gaan we eerst ons team terug te goeie zetten. Want dat moet nu wel gebeuren. Dus De Bruyne mag terug op de aanval middenveld. Robertson terug op rechts, op links. Palmer terug op rechts buiten. En Kanu terug in de spits. Ik heb eerst gezien of Osimhen mag ook hier zetten. Of dingen op de op CVM kan. Kun je op CVM? Ja, ik kan op CVM. Dus goed. Dan zetten we op CVM. Dan gaan we nu weer de tenue-nummer aanpassen. 9. De Bruyne. Nee, De Bruyne is 9. 7. 10. En de 8. Dan 2. Dan 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Let's go. En dat is nu het team dat nu staat. Ik had daar eerst dus een team met wie Kovacic staan op CVM. Maar nu staat daar first owner Gundogan. Controleur plus is dat zeker nu. Controleur plus. Dus ja, De Bruyne staat nu op Spelmaker Plus. Kanu staat nu op Valse Spits Plus Plus. Palmer op aanvaller op aanvaller binnenkant. Foden op aanvaller binnenkant. Rodri op Controleer Plus en die op Spelmaker Plus Plus. Ja,
Trent op valsback plus plus. En aanvaller, aanvallende vleugelverdediger plus. Ruben Diaz op stopper plus plus en balspelende verdediger plus. Gabriel op verdediger plus. Stopper plus plus en balspelende verdediger plus. En Robertson op aanvallende vleugelverdediger plus plus. Dus ja. En Alisson is vliegende keeper plus plus en keeper. En Osimhen is goaltjes die heeft plus plus. Oh nee, dat is goed. Reiten is aanvaller binnenkant plus plus. Waarom zet ik niet even een Messi op? In plaats van Cole Palmer. De nieuwe nummer, dan mag ik even Cole Palmer. Ah, Messi naar een 10. Messi wil ik even gebruiken. Samen met Canu en zo. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, we hebben een 80 plus maal 5. Let's go. Geen balkoud. CVM. Ben als 10. Let's go. Oké, boys en girls, het is vrijdag 7 uur 's avonds. En we gaan eens kijken wat er nieuw is. Welke promo zit er in packs? Pioniers. Let's go. Pioniers. Win 1 keer met minimaal 1 pioniers. Steekpas. EFL Championship. 4 spelers in de Championship. Vier championship spelers. Ja, ik ga hier wel uit positie moeten zetten. Let's go. Allee, Wout Weghorst zit bij Ajax nu, dat is juist. Oké, we gaan die zoeken voor misschien 750. Anderhalve k. Maar we hebben hem nodig. Let's go. Oké. We kunnen een trailblazers kopen. Als we deze hier kopen. Sa. Pioniers. En die kost. Hoe die kost normaal gezien toch?
We gaan nog een paar dingen verkopen. Want ik wil die te pakken zien te krijgen. Kwaliteit, pionier. Waarom liest ze voor veel te duur? Dan pionier zoeken voor 15. Ja, ze lissen die voor veel te duur, dus hè. €21k gaat hij nu. Oei. Dan heb ik gezien dat ik tot 21k geraak. Zou ik er net geraken? Net. Normaal gezien heb ik nu genoeg. Om te kopen voor 21. Elke keer dat ik wil kopen gaat hij gewoon weg, dus ja, let's go. Oké, boys and girls, het is zaterdag. Ik heb gisteren nog die saads kunnen kopen. Zelfs dan mijn bedrijfsitems pakket en daar zit in allemaal goede shit. Eén speelspakket, let's go. Pakket met twee spelers, let's go. Dat is in. Centrumet, Nederland, Serie A. Milano FC. Dat is wel. Wauw, die bestaat ook nog. Let's go. Dat is dan. Ik ga de speelspakket 75 euro, dat is in. Geen walk-out. Christen. Let's go.
3 gewonnen gaat het speelspakket, let's go. Uitstoot, Paredes. Manas en Brikalo. We hebben ook nog een preview pakket normaal gezien. Ah nee, nog niet. Tot over 21 minuten. Maar, boys and girls, jullie weten dus dat ik gisteren aan het zoeken was naar die zaad. En ik heb die kunnen kopen voor 33k. En, ja. Let's go. Zo. Oké, boys and girls. Het is zondag. We hebben een zeldzaam goud spelerspakket. En 75 plus natuurlijk. En 3 gewone gouden spelerspakketten. 3 gewone gouden spelerspakketten, let's go. We hebben nog een previewpakket. Nee. Dat ik gisteren open gedaan zonder te zien. 3 gewone gouden spelerspakketten als eerste. Let's go. Henderson. It's good, but not bad. Smells good, but also not bad, you know. Oké. 75 plus pakket, let's go. Wauw. Weer de 76, let's go. 76 great, let's go. Oké, boys and girls, het is 5 na 9 in de ochtend op zondag. Het uur is veranderd. Dus nu zijn de rewards tot aan het zomeruur om 5 van 9 's ochtends. Dus ja, let's go. We gaan rewards open doen. Het is 5 van 9 in de ochtend. En we proberen al goud 2. We hebben nog niet goud 1 gehaald deze EFC. Maar we gaan nog goud 1 halen. 7k munten. Een 5x75 plus en een mega pakket. Daar moet het mee doen. Maar ik denk wel dat we het gaan. Dat we goed gaan zijn. Oké, megapakket. En daar zit in. Centerback. Engels. Premier League. Kan een goede zijn. This City. Dan is het John Stones. 85 rated. Voor hoeveel gaat hij nog? Ik ga hem straks een beetje zien. Ja. Die gaan we niet te veel. Het is eigenlijk gewoon folder voor SBC's. Een toekomstige SBC misschien. En nu de 5x75 plus. Laat het in. Walkout, lekker. Spits. Frans. Oh, nee. IE, doe me deze niet aan. Scatoto. En die heb ik al, dus die mag ik. Die kan ik verkopen. En voor hoeveel gaat Scatoto? Wacht, als ik was ik in die wissel. En ik zet Katoto gewoon in. Ja, zo gaan we het doen. Dat ik gewoon de tradable Katoto in de club hou. En dat ik de untradable in dingen zet. In SBC storage. Let's go, zo gaan we het doen. Wauw. En dit was dus de video, boys and girls. Ik weet, het was niet zoveel opnames tegenwoordig. Omdat ik zoiets had van, ja, ik wil niet te veel opnames doen. Ja, we hebben een dag geloof ik geskipt of een dag één opname maar gedaan. Dus dat was, het was deze video. Dus dit was de video. Check jullie guys graag terug vrijdag bij de nieuwe FC video. En dan gaan we dus het seizoen bekijken. En volgende week dinsdag. We gaan de video van volgende week dinsdag. Eindigen natuurlijk bij mijn moeder, omdat ik naar mijn moeder ga. Dus dan gaan we eindigen op de PS4 gameplay. Dus ja, let's go. Ik check jullie guys graag terug vrijdag bij de FC25, het nieuwe seizoen, seizoen 2. En dan gaan we daar een beetje kijken, bekijken en reviewen. Donderdag komt het nieuwe seizoen uit en vrijdag, vrijdag komt de video online. Waarin we het nieuwe seizoen gaan reviewen. Let's go. Ik check jullie guys graag terug vrijdag bij FC25. De review van seizoen 2. Let's go. Bye bye!